Ik ben bij RKSV in Boksel en vandaag wordt er hier een hele bijzondere wedstrijd gespeeld. Marielle van Alphen, wethouder, maar in welke hoedanigheid bent u hier? Ik ben hier vanuit mijn portefeuille vluchtelingenopvang en statushouders. En daarbij hoort natuurlijk ook de migratie. Ja, want dit is een hele bijzondere wedstrijd. Ja, absoluut. Ik vind het een heel mooi initiatief, ook vanuit de RKSV Boksel, vanuit Kantoor de Twerne en de gemeente, om de mensen uit Oekraïne en Syrië hier tegen elkaar te laten voetballen. En ik heb begrepen dat er gemixte teams zijn gemaakt ook, dus ja, die verbondenheid is er sowieso al hier op het veld. De wedstrijd wordt hier bij jullie gehouden, want je bent benaderd door Kantoor de Twerne. Kantoor de Twerne, ja. Vertel eens, hoe ging dat? Nou, die belde hem op of ze met ons konden spreken, die zijn hier geweest en wil je meewerken? Toen heb ik gelijk ja gezegd. Dus dat was niet zo moeilijk. Ik vind het voor die mensen leuk. En meewerken aan die integratie is ook erg goed, denk ik. Dus, en misschien blijven er wat spelers hangen, want daar loer ik ook op. Ja, want hebben jullie hier ook scouts zitten? Ja, allemaal. De hele tribune zit vol, maar ze schrijven niet, zie ik. Dus. En zitten er goede spelers bij? We hebben er wel een paar gezien die wel mee zouden kunnen komen bij ons. Ja. Kijk eens. Ja, penalty! Is dat nou heel veel werk om zo'n voetbalwedstrijd te organiseren? Nou, ik weet dat Rebecca heel erg druk bezig is geweest om ten eerste die samenwerking te vinden, samen. En ze hebben het ook gepubliceerd in de krant, dus ze zijn op die manier heel erg bezig geweest om ook de inwoners uit Boksel erbij te betrekken. En ze heeft onze cliënten eigenlijk ook gevraagd, die een beetje in de leeftijd is, zullen we zeggen 17 tot 30 ongeveer, zijn die hier aan deel wilden nemen. Hallo, how are you? It's good. It's good, thank you. And what's your name? My name is Katerina. I'm from Ukraine. Okay. And my name is Anna. Anna? Yes, Ukraine. Do you like football? Yes, do you like my husband plays? Which number? 20. U bent lekker naar de voetbalwedstrijd aan het kijken? Ja. Ja. En tot nu toe? Spannend, hè? Ja, ze doen het goed. Ja. En nog een favoriete partij? Nee, geen favoriete partij. Nee, het is, wat dat betreft mag het gelijk worden. Ja, het is echt voor de verbinding, hè? Zo is dat. How do you like the match? Ja, goed match. Dat is goed voor de vluchtelingen. Oekraïne, ook Syrië. Ook voor kindsmaken. Voor Oekraïne mensen, ook in Syrische mensen. Ja, ik denk dat is goed. Ook dat is goed voor de gemeente Boksel voor deze spelen. Ja, en je leert elkaar kennen. Hoe vonden jullie de eerste helft? Nou, de eerste helft vonden wij heel sportief gaan. Ik denk dat dat in deze het belangrijkste is. Dat beide elftallen lekker met elkaar integreren, elkaar leren kennen, lekker sporten. De jongens gedragen er eigenlijk allemaal. Zijn blij, ze even mogen voetballen, dus werken wij er aan mee. Nee, ja, we doen het allemaal een beetje, in ieder geval, ik doe het in ieder geval voor de lol. Gewoon om lekker bezig te zijn met voetballen. Dus nou ook met deze mannen gewoon lekker hier een wedstrijdje vlaggen, altijd leuk. Het zou heel mooi zijn als er een aantal spelers dadelijk zo enthousiast zijn dat ze misschien ook wel lid willen worden van de sportvereniging. Ja, ik vind het wel hartstikke mooi. Ik hou van voetbal. Hou jij van voetbal? Ja, absoluut. Ik hou zeker van voetbal. Wat is jouw club? Ik ben vooral voor Nederland. De wedstrijd is afgelopen. Het was echt een hartstikke mooie middag. En een en al verbondenheid. En er kan er maar één winnen. En dat was Syrië. Dus gefeliciteerd, jongens.